Hoi! Leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Het is nu 's avonds. We hebben nog nooit 's avonds gevlogd volgens mij. Maar we gaan vanavond naar een B&B, bed and breakfast, vergaderingachtig iets. Niet doen! En hier is Rosalien. Veel plezier met kijken! Abonneer op ons kanaal. Ja. Lekker sfeerbeelden. Annette. Annette, doe hier een sfeermuziekje. Ja. Dag, maar jij. Oké, we zijn hier vandaag bij Lisette. Ik hou mij bezig met recreatie en toerisme binnen de gemeente. Ja, en we zijn hier vandaag bij een mensen van bed en breakfast. Ja, klopt. Allemaal hier vergaderen. Ja, waarom? Nou, we hebben een ondernemersbijeenkomst georganiseerd voor alle bed en breakfast eigenaren binnen de gemeente Hoevoorde. Omdat we het goed en leuk vinden dat we ondernemers elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Dus kennis met elkaar maken. Maar ook een informatieve bijeenkomst, wat er komt er allemaal bij kijken. Bij een bed en breakfast. We hebben de brandweer uitgenodigd. We hebben de Kamer van Koophandel uitgenodigd. Er wordt een rapport gepresenteerd. En na de hand kan iedereen nog even wat drinken met elkaar om verder te praten. Wat vind je nou belangrijk aan deze avond? Het is heel belangrijk dat wij de mening en de gedachtegang van de ondernemer horen. Want wij kunnen bij de gemeente heel veel zelf bedenken. Maar wie weet het beter als de ondernemer zelf? Dus we luisteren graag naar wat zij te zeggen hebben. Dit is staartjes. Yes, staartjes! Dit is de wethouder van toerisme en recreatie. En die weet er alles van. Ik ben heel graag samen met deze dame. Ja, zijn we goed? 3, 2, 1, go! Zet hem op! Lil heeft hem op! Lil heeft hem op! Zet gaat nu een rap als challenge. Ik kan helemaal niet rappen, maar ik kan wel peppen. Het staat vanavond in en ik heb zo'n zin, want het wordt een hele goede avond. Ik zeg het. Jongens, we willen nog een taartje. We willen nog een taartje, maar er zitten hier andere mensen. Je film! Namens de gemeente, dus een uitnodiging van de gemeente hier naartoe gekomen. En dat kunnen we eigenlijk heel erg waarderen. Maar we zitten ongeveer vol allemaal aan bed en breakfast in onze gemeente. Er zijn vele gemeenten die ook al voorgingen daarin. Dat hebben wij gedaan. Het is ook belangrijk om samen zich wat meer te verkennen van ja, hoe zit het nou precies met bed en breakfast? Wat willen we nou eigenlijk daarmee? In deze gemeente moet er beleid komen, dat is een vraag. En als er dan beleid moet komen, ja, hoe moet dat beleid er dan vervolgens ook uitzien? Dat we een best wel een druk programma hebben, met allemaal vrij korte sessies, hele fijne, genoeglijke, maar ook een beetje inspirerende avond, waarbij u ook al uw inbreng kwijt kunt. Dank u wel. Dit is sfeerbeeld weer. Dan de categorie vrienden nog fiets, dus jammer dat er niet meer mensen van zijn. Nu naar de kamer kijken. Van dit bed and breakfast hebben we even niet gezien. De badkamer. Oh ja. En de douche, echt super mooi. Ik vind het echt mooi. Hier is het gewoon twee persoons bed. Gewoon een bank, tv. Het is echt mooi. Dit is. Ja. Kijk. Maar dit lijkt gewoon haast een huis. Dit lijkt gewoon een. Wow. Mooi, ik vind het echt mooi. Nou, echt hè? Oh, dit was de vlog. Je moet in de camera kijken. Sorry, doe even hier. Nou, dit was onze vlog. We hopen dat jullie het leuk vonden. En abonneer vooral. En duimpjes. Yes. Omhoog. Ik ben in love met deze kamer. Ik wil hier wonen. Kusjes van Roos. Eeuw, dat willen ze niet. People, doei coaches.